Autobouwer Donkervoort Automobielen in Lelystad roept sleutelliefhebbers en automonteurs op om te solliciteren bij het bedrijf. Het familiebedrijf is op zoek naar 20 nieuwe medewerkers. Een diploma is daarbij niet eens belangrijk. Donkervoort wil vooral mensen die liefde voor auto's hebben. Sollicitanten hoeven dus niet per se de juiste opleiding te hebben gevolgd. Eigenlijk gaat het in basis heel erg om, is de passie aanwezig. Hè? Dus is er passie voor auto's? En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of er nou een hele gespecialiseerde studie aan vasthangt of gedaan is. Maar het gaat om, is er passie voor auto's? Dan hebben wij eigenlijk altijd wel plek. Bij het bedrijf werken nu nog 40 mensen, dat worden er dus 60. De vraag naar de sportieve auto's van het Nederlandse automerk is de laatste tijd flink toegenomen. Ook de productie van koolstofvezelmateriaal, waar Donkervoort vorig jaar mee begon, zorgt voor meer werk. Daardoor kunnen we wat harder accelereren als zeg maar, we normaal zouden doen. En dat in combinatie met de aanhoudende vraag door de natuurlijk heel goed lopende economie zorgt ervoor dat we, zoals gezegd, iets meer dan de normale hoeveelheid vraag hebben naar goed personeel. Sollicitanten die erin slagen om een plek bij het bedrijf te krijgen, komen daarna in een intensief leertraject. En de kandidaten melden zich volgens Donkervoort van alle kanten. Heel veel. Ja, heel veel. En ook hele goede en ook minder goede. Maar zoals gezegd, we zouden hier niet staan, zouden we al helemaal voorzien zijn. Dus alsjeblieft, blijf ze gewoon sturen en dan behandelen we hem.